Dames en heren, van harte welkom op dit webinar over Distributional Wealth Account. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce séminaire. Vandaag presenteren we de laatste schattingen van de vermogensverdeling in België. Steven Kapoen, die vandaag bij ons is, zal beginnen met een presentatie van de methodologie die werd gebruikt om deze statistiek op te stellen en de belangrijkste boodschappen die eruit naar voren komen voor België. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur l'enjeu majeur que constituent les inégalités dans une perspective plus historique et en présentant quelques chiffres d'inégalités de richesse et de revenus au niveau de la Belgique, mais également à niveau international, européen et mondial. Uiteindelijk zou ik willen besluiten over de maatschappelijke relevantie van deze statistieken met betrekking tot de missies en de waarden van de Nationale Bank van België. Et avant de laisser la parole à Steven Kapoen, j'aimerais vous informer que vous avez la possibilité de poser des questions sur le bouton Q&A. Et je laisse maintenant la parole à Steven. Dank u wel, Geraldine. Dus ik zal in kort proberen te bespreken hoe de methodologie in elkaar zit van die Distributional Wealth Accounts en ook een aantal cijfers presenteren met een aantal grafieken. Voor eerst willen we toch benadrukken dat die Distributional Wealth Accounts die passen eigenlijk in een strategie van de Nationale Bank om productie en verspreiding van kwaliteitsvolle statistieken te doen. Dat is namelijk een van de kernopdrachten van de Nationale Bank. We trachten daar ook in alle transparantie over te communiceren. Niet alleen zijn die cijfers belangrijk voor de andere diensten, de andere functies binnen de Nationale Bank, maar ook willen we daar naar buiten toe over communiceren. Die Distributional Wealth Accounts zijn een beetje een nieuw soort statistiek. We gaan het erover hebben. Het zijn ook wat experimentele statistieken. Dit in tegenstelling tot een aantal andere statistieken, financiële statistieken die wel publiceren, die vaak gebaseerd zijn op een eerder directe, exhaustieve rapportering. Nu, wat zijn die Distributional Wealth Accounts? Die vormen een nieuwe statistiek en die voegen een distributieve dimensie toe aan het netto vermogen van de huishoudens in België. Nu, de Nationale Bank heeft een traditie van de publicatie en de verspreiding van de financiële rekeningen, waarin het vermogen en ook de transacties van de particulieren worden weergegeven. Elk trimester verschijnt daarover cijfers en een persbericht. Maar dat gaat natuurlijk over macrocijfers, dat is totaal. En we trachten nu om daar dus een verdeling aan toe te voegen. Hoe gaan we dat doen? We gaan die macrocijfers, die komen uit de nationale rekening, uit de nationale sectorrekeningen, combineren met de microgegevens uit de Household Finance and Consumption Survey. Die Distributional Wealth Accounts zijn experimenteel. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ze een aantal schattingen omvatten waar wel een sensitiviteitsanalyse is voor uitgevoerd. Maar de resultaten kunnen wel onderhevig zijn aan een grotere onzekerheid in vergelijking met andere statistieken. Dat wil zeggen dat er kunnen revisies zijn in de toekomst. Dat kan zijn omdat er nieuwe databronnen worden gebruikt of dat die databronnen zelf worden herzien. Dat kan ook zijn omdat we nog steeds bezig zijn met het verbeteren van de methodologie van die cijfers. Die methodologie werd ontwikkeld in samenwerking met de ECB. Een samenwerking dus met ECB en alle nationale centrale banken van de eurozone. Het voordeel daarvan is dat er steeds cijfers worden opgemaakt van alle eurolanden en de eurozone als geheel op hetzelfde moment. Die cijfers zijn dan ook vergelijkbaar, maar we wensen toch de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen om die cijfers te vergelijken met elkaar. Er zijn immers nationale verschillen, zeker op economisch en financieel vlak, maar ook bijvoorbeeld wat betreft de beschikbaarheid van de bronnen.
Maar die gemeenschappelijke methodologie geeft toch een voordeel in zaken standaardisatie, dat er eenzelfde methode wordt gebruikt. En dus kunnen we toch, en dat gaan we straks ook doen, even vergelijken met andere landen. Ik zou graag nog een iets breder kader schetsen wat betreft statistische ontwikkelingen in de wereld eigenlijk. Omdat het is niet alleen een initiatief dat komt van de ECB, ter ondersteuning van bijvoorbeeld monetair beleid. Of ook, er is zeker ook een grote vraag uit de academische wereld of van het brede publiek voor zulke cijfers. Maar er zijn een aantal initiatieven in de statistische wereld om die cijfers wel te compileren. Voor eerst is er de hervorming van het System of National Accounts. En dat is eigenlijk het handboek voor de boekhouding van de verschillende landen dat de Verenigde Naties opstelt. Die hervorming is volop bezig. Het vorige handboek dateert van 2008. En dus nu wordt er geschreven aan een nieuw handboek dat uitkomt in 2025, volgend jaar. En daarin komt er een volledig nieuw hoofdstuk over huishoudens en ook over de vraag om distributieve gegevens op te maken. Op Europees niveau zal dit gevolgd worden door een nieuwe versie van het zogenaamde ESR, het Europees Systeem der Rekeningen. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat die zaken ook in wetgeving zullen worden omgezet en dat dus elk land verplicht zal worden om zulke cijfers op te maken. Daarnaast is er nog een initiatief van de G20 en dat wordt vooral door de OESO opgevolgd om zulke cijfers op te maken. En een beetje in parallel zullen we ook binnen de Nationale Bank Distributional National Accounts compileren. Omdat vandaag gaan we het hebben over het vermogen, wealth, maar tegen eind dit jaar zouden we ook cijfers wensen te publiceren over de verdeling qua inkomen en qua consumptie van de huishoudsector. Die cijfers kunnen we verwachten in het vierde kwartaal van dit jaar. Voor ik aan de cijfers toekom, toch even de methodologie bespreken. Zoals gezegd, combineren we twee bronnen, de macrocijfers, de nationale sectorrekeningen, die we reeds lang publiceren, en dan de Household Finance and Consumer Survey. De eerste bron, de nationale rekeningen, die zijn eigenlijk sinds heel lang beschikbaar, op trimestriële basis vanaf 1999, toch wat betreft het financiële luik. De betrachting is van exhaustief te zijn. Er is een vaste methodologie, een ESR 2010 methodologie. Alle financiële activa, passiva, niet-financiële activa worden daarin opgenomen. Die zijn tijdig beschikbaar, maar dus het nadeel is, er is geen verdeling van de huishoudsector. Daarnaast hebben we de Household Finance and Consumer Survey. Dat is dus een enquête bij de gezinnen. De vorige wave was dat ongeveer 90.000 huishoudens in de hele eurozone die werden ondervraagd. Dat gebeurt vanaf 2010 in België en dat is zo ongeveer om de 3 jaar. De laatste wave, de laatste enquêteronde, was in 2023 en is nu ongeveer afgerond. En we hopen die cijfers te kunnen integreren binnenkort volgend jaar in de Distributional Wealth Accounts. Die enquête wordt gecoördineerd ook op niveau van de ESCB. Dus er is ook een standaardisatie in de verschillende landen. Het is zeer gedetailleerd, dus de vragen zijn heel gedetailleerd. Dus we kunnen er wel heel veel informatie uit halen. Maar ja, zoals gezegd, ze zijn minder snel beschikbaar. En er is dus een lagere frequentie. En ik zet hier onmiddellijk misschien het belangrijkste er nog bij. We ontbreken de hoogste vermogens in die enquête. En ja, hoe komt dat? Enerzijds, die hoge vermogens die zijn tamelijk zeldzaam. Dus het kan zijn dat ze gewoon niet aanwezig zijn in de steekproef. En ja, stel dat er toch een
hoger vermogen aanwezig in de steekproef. We weten niet altijd of ze wel bereid zijn om te antwoorden op zulke vragen. Dus vandaar komt al een eerste challenge voor ons om dus die hoge vermogens mee in te schatten. En dat doen we in de methodologie van die Distributional Wealth Accounts. We linken beide statistieken aan elkaar. Daar moet ook verschillende definities in de instrumenten worden weggewerkt. Een timing moet worden aangepast. De ene is trimestrieel, terwijl de andere een enquête is die maar om de 3 jaar is en die loopt over verschillende maanden. En dan moeten we, ja, de bridging the gap heet dat dan, omdat het verschil tussen beide in het totaal te overbruggen door het ontbreken van die grote vermogens in de HFCS-enquête. Dat doen we aan de hand van een aantal inschattingen die we maken. Dus zo weten we dat vermogens een bepaalde verdeling volgen, dat is de zogenaamde Pareto-verdeling. En daarboven maken we een aantal richlists op in de verschillende Europese landen om die staart van die verdeling, die extremere waarde in die verdeling, beter in te schatten en zo een betere verdeling te bekomen. In de toekomst zouden we zeker ook nog andere bronnen wensen te gebruiken, maar dat wordt op dit moment nog onderzocht. Wat zit er dan in die Distributional Wealth Accounts? Dus we bekijken financiële activa, niet-financiële activa, de passiva, dus de schulden. En hier zie je een oplijsting van de verschillende instrumenten die dus allemaal worden opgenomen. Deposito's, schuldbewijzen, het zijn bijvoorbeeld obligaties, kasbons, schatkistcertificaten en zo meer. De beleggingsfondsen, de genoteerde aandelen. Niet genoteerde aandelen, dat is ook een groot gedeelte, zeker in België. Dat zijn alle aandelen die particulieren aanhouden in naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen. Dus zeer kleine tot zeer grote ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn. En ook de levensverzekeringen worden opgenomen in de activa. Niet financiële activa bestaat voornamelijk uit het residentieel vastgoed. Residentieel vastgoed omvat zowel de eigen woning als andere woningen of bijvoorbeeld tweede verblijven die de particulieren bezitten, zowel in binnenland als buitenland. Dus ook het buitenlandse vastgoed, daar hebben wij cijfers over en worden mee opgenomen in deze gegevens. De passiva, dat zijn dan de schulden, die worden er afgetrokken om dan het netto vermogen te bekomen. Toch zijn er een aantal items die nog niet in die Distributional Wealth Accounts worden opgenomen. Cashgeld is een zeer moeilijke om in te schatten. Zeker nu met de euro is het heel moeilijk om in te schatten hoeveel er net bij de particulieren zit en hoe dat dan ook verdeeld is over de verschillende gezinnen. Daarnaast zijn ook de pensioenrechten op dit moment nog niet opgenomen. Het zit wat onvolledig in de Household Finance and Consumer Survey, maar we zijn er wel mee bezig op dit moment om dat te onderzoeken, om die misschien mee op te nemen. Pensioenrechten, om te verduidelijken, dat gaat enkel over de tweede pijler. Hè. Dus de derde pijler, wat mensen zelf sparen, zit wel opgenomen. De eerste pijler, dat is eigenlijk het pensioen, dat wordt voorzien door de overheid, waar er die niet zijn opgenomen, ook niet in de macrocijfers. En die tweede pijler, dat gaat dan over de pensioenfondsen of de groepsverzekeringen. Toch een belangrijk item, zeker in België. Maar die zit er voorlopig niet in. We komen dus, als we alles optellen, ongeveer op een goede 95% van het totale vermogen zit wel opgenomen in die Distributional Wealth Accounts. Daarnaast is er hier nog een kolom die aangeeft dat we ook een aantal indicatoren publiceren. Dat is soms interessant om heel snel iets te zeggen over de gelijkheid of de ongelijkheid van het vermogen. En we gaan een aantal van die indicatoren straks zeker aanhalen. Dan de cijfers.
We hebben eerst en vooral misschien benadrukken dat we die cijfers al eens gepubliceerd hebben begin januari. Dan was het de eerste release van de cijfers over de Distribution of Wealth Accounts in heel Europa. Dus dan heeft de ECB gepubliceerd tezamen met de verschillende landen. Nu brengen we die nog eens naar voren omdat er een update is van die cijfers tot eind december 2023. In januari eindigden de cijfers in juni en nu hebben we een kleine update tot december 2023. De grote tendensen zijn dezelfde, hè. Dus meer dan de helft van het netto vermogen eind december 2023 is in bezit van de top 10% rijksten. En dat kan je zien in deze grafiek. Als we de kolommen bekijken, nemen we het bovenste lichtblauwe gedeelte. Dat is het tiende deciel, dus dat is de top 10%. En je ziet dat die wel echt het grootste stuk bezitten. Dus het totale vermogen eind 2023 wordt ingeschat op een bijna 2900 miljard. Waarvan dus 56% bij de top 10 rijkste. Aan de onderkant van de grafiek, het donkerblauwe gedeelte, dat is dan de onderste 50% die we gegroepeerd hebben, die bezitten 8,2% van het totale netto vermogen. We komen daar straks nog op terug als we vergelijken met de verschillende landen en de evolutie in de tijd gaan we ook nog bespreken. Dan kunnen we dat netto vermogen ook uitsplitsen in de verschillende elementen. De vorige slide hebben we totale netto vermogen bekeken, maar we kunnen dat ook doen voor de verschillende instrumenten die worden opgenomen in deze cijfers. Ik heb er twee uitgenomen bij wijze van voorbeeld. De linker grafiek is het residentieel vastgoed. En daar zien we dat dat het grootste gedeelte is van dat vermogen. Dus we komen op ongeveer 1600 miljard aan residentieel vastgoed. En die evolutie is tamelijk stabiel, stijgend in de tijd. En die verdeling is wat gelijker verdeeld dan wat we zagen voor het totale nettovermogen. In dit geval de top 10%, weer de bovenste gedeelte van de balkjes. In 2023 bezaten zij een goede 29% van het residentieel vastgoed. De onderste 50%, de donkere balkjes onderaan, zij bezitten 19% van het residentieel vastgoed. De rechtergrafiek, daar zie je meer prijsfluctuaties, want het gaat over genoteerde aandelen. Dat is wel een kleiner bedrag, maar daar zie je heel goed dat 80% van de genoteerde aandelen zijn in bezit van de 10% rijkste en dat de andere decielen, de 90% daaronder, eigenlijk heel weinig van deze genoteerde aandelen bezitten. Voor de onderste 50% komt dat op een kleine 1% Deze verdeling is ook beschikbaar in de cijfers voor alle andere instrumenten. Denk maar aan investeringsfondsen, deposito's en zo meer. Deze cijfers worden allemaal gepubliceerd en zijn beschikbaar op onze website of de website van de ECB. Een volgende grafiek toont een aantal van die indicatoren die ook mee gemaakt worden als we de cijfers compileren. En hier kan je de linkergrafiek, de top 10%, zien, de evolutie in de tijd, dus het percentage dat zij aanhouden van het vermogen. En dan zie je dat er in België, de zwarte lijn hier is België, in het verleden was dat rond de 59%, maar dat er zo sinds 2014, 2015 nog een lichte daling is en dat we nu uitkomen op ongeveer een 56%. Daar zijn een aantal verklaringen voor van die daling. Zeker als je ook vergelijkt met de eurozone, de blauwe stippellijn. Hè. Tevoren zat België eerder boven het gemiddelde van de eurozone. Nu zitten we echt er lichtjes onder of er net naast eigenlijk. Een van de verklaringen is dat
de top 10% die bezit heel wat aandelen, of ook instrumenten die gerelateerd zijn aan aandelen. En aandelen, ja, die volgen een beurskoers. En de Belgische aandelen hebben het de laatste jaren in verhouding tot de Europese aandelen wat minder goed gedaan. Waardoor dus de top 10% iets wat minder erop vooruit gaat in België in vergelijking met de eurozone. Als we binnen de eurozone bekijken, je ziet die grijze zone is eigenlijk zo wat het minimum maximum in de eurozone. Je ziet wel wat verschillen. Bovenaan, rond de 65%, daar bevindt zich eerder Duitsland en Oostenrijk. En onderaan heb je landen eerder in Oost-Europa of in Zuid-Europa, zoals Cyprus, Malta, Slowakije en dergelijke. Toch, om ietsje meer perspectief te geven, de Federal Reserve in de US, die publiceert ook zulke cijfers. En zij kwamen in 2023 uit op 67%, dus daar zitten wel nog een eindje hoger in de Verenigde Staten. De rechtergrafiek geeft dan in de tijd weer wat de onderste 50%, dus de 5 laagste decielen, bezitten van het vermogen. Dus in België was dat 8,2% en dat is licht stijgend, maar eigenlijk redelijk stabiel verloop. In de eurozone zien we daar ook een heel stabiel verloop en ligt dat rond de 5%. En opnieuw, daar zijn de landen die zich onderaan bevinden, zijn eerder Duitsland, Oostenrijk rond de 2%. En een aantal andere landen in Oost-Europa zitten meer rond 14%, zoals Slowakije, Malta en dergelijke. Een tweede reeks indicatoren, tenslotte. Hier hebben we eerst het mediaanvermogen. In de linkergrafiek. De mediaan, dat is dus het huishouden of het gezin, het middelste gezin, waarvan we kunnen zeggen dat de helft van de gezinnen daar minder vermogen hebben en de helft, andere helft van de gezinnen zitten daar met een, zitten daarboven qua vermogen. En in die mediaan zien we de zwarte lijn van België zit beduidend boven die van de eurozone. Voor België komt het laatste cijfer op een 278.000 euro. En in de eurozone zit dat ongeveer op 150.000 euro. Helemaal bovenaan in de grafiek, in de eurozone is dat Luxemburg eigenlijk. En dat komt vooral, die spectaculaire stijging die je daar ziet, dat komt vooral door de sterke stijging van het vastgoed in Luxemburg die er geweest is de laatste jaren. Die nu wel het laatste jaar wat gecorrigeerd werd. Waarom is er die stijging? Zoals in Luxemburg heeft veel te maken met de prijzen van het vastgoed. Vastgoed weegt zwaar door in het vermogen van de mediaan. En dus als de huizenprijzen stijgen, dan verwachten we ook dat mediaanvermogen toeneemt. Tot slot, de rechtergrafiek is de Gini-coëfficiënt. Dat is een coëfficiënt die eigenlijk in één cijfer tracht weer te geven hoe ongelijk of hoe gelijk het vermogen of andere indicatoren verdeeld zijn. Dus 100% zou betekenen een perfecte ongelijkheid en 0% is een perfecte gelijkheid. In België komen we uit het laatste cijfer op ongeveer 68%. De eurozone zit daar net boven op ongeveer 71%. Opnieuw zijn het, worden voorgaande cijfers die je al aangehaald hebt bevestigd. Duitsland, daar is ongelijkheid iets wat hoger. Zij komen op ongeveer een 77% uit. En het zijn opnieuw de landen meer in Oost-Europa die wat lager zitten. Zo, dit waren eigenlijk de belangrijkste cijfers uit die Distributional Wealth Accounts. Meer uitleg over de methodologie, maar ook over de cijfers, kan je vinden op onze website of op de website van de ECB. En dan geef ik nu terug het woord aan directeur Tim. Merci. Merci Steven. Alors nous allons voir peut-être maintenant pourquoi les inégalités sont un enjeu majeur.
Si l'on veut bien comprendre le problème des inégalités de revenus en profondeur, il est très pertinent d'aller regarder aussi les inégalités de patrimoine qui contribuent en fait à renforcer les inégalités de revenus. Et effectivement, on le voit, la distribution de richesses est nettement plus inégalitaire que la distribution de revenus, mais la corrélation entre les deux est vraiment très forte. Et ce que l'on observe, ce qui a été observé dans de nombreux travaux scientifiques, c'est que les inégalités tendent d'une part à se reproduire, mais aussi à s'amplifier, à se cumuler. Et donc c'est la raison pour laquelle les inégalités de patrimoine, qui sont à la base de cette amplification des inégalités de revenus, sont tout à fait pertinentes socialement et économiquement. Alors, notons évidemment qu'elles sont d'autant plus importantes à étudier que ces inégalités de revenus et de patrimoine génèrent d'autres inégalités, probablement encore plus importantes, inégalités d'accès à l'éducation, inégalités d'accès à des bons soins de santé, à des loisirs, etc. etc. Alors, ce que l'on observe en termes historiques depuis les années 1980, c'est que les inégalités ont évolué différemment selon qu'on regarde les inégalités au sein des pays ou entre les pays. Et ce que l'on observe, c'est que les inégalités entre les pays ont diminué alors que les inégalités au sein des pays se sont accrues. Et un bon indicateur pour aller observer cette évolution est l'indicateur de Tail, qui nous montre la répartition, si vous voulez, des inégalités globales entre, d'une part, inégalités au sein d'un pays et inégalités entre pays. Vous voyez qu'ici, on a une tendance historique que l'on regarde à partir de 1820, donc on va très loin dans le passé. Et vous voyez qu'entre 1820 et 1980, en fait, les inégalités entre pays, les inégalités internationales, représentées ici en bleu, ont augmenté. Tandis que la part des inégalités que l'on peut attribuer à des inégalités au sein des pays, intra-pays, en rouge, vous voyez qu'elles sont diminuées. Mais à partir des années 1980, on voit une tendance différente et contraire qui se dessine, puisqu'à partir des années 1980, vous voyez qu'on a l'inégalité entre les pays qui commence à diminuer, et en revanche, c'est au sein des pays que les inégalités sont plus marquées. Alors, il est intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans différentes régions du monde. Et ici, on va aller regarder toujours les inégalités de richesse aux États-Unis et en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Donc, vous voyez les États-Unis en rouge et l'Europe en bleu. On va regarder un indicateur qui est un indicateur de concentration de richesse, c'est-à-dire la part, la proportion, si vous voulez, de la richesse personnelle qui est détenue par le percentile le plus riche de la population, les 1% des personnes les plus riches de la population. Là aussi, on vous montre une tendance historique, donc c'est la ligne bleue pleine. On voit en Europe qu'en 1910, environ 55% de la richesse en Europe était détenue par 1% de la population, le pourcent le plus riche, alors qu'aux États-Unis, ce pourcentage en 1910 était plus faible. Environ 42-43% de la richesse était détenue par le pourcentage le plus riche de la population. Mais vous voyez que dans ces deux régions du monde, si l'on se concentre pour le moment sur les populations les plus riches, les tendances n'ont pas été totalement les mêmes. De fait, on observe une diminution entre 1910 et le milieu des années 70, une diminution de cette concentration de richesse, mais on voit qu'aux États-Unis, elle remonte pour arriver aux alentours des années 2020 à un montant qui se situe entre 30 et 40%, alors qu'en Europe, on a également observé une diminution de la concentration de richesse jusque dans les années 80, mais cette concentration n'a pas réaugmenté. Elle s'est stabilisée un peu à un niveau légèrement supérieur à 20%. Si l'on va regarder maintenant le bas de la distribution des revenus, qu'est-ce qu'on observe ? Donc elle est en pointillé. Aux États-Unis, tout comme en Europe, vous voyez qu'elle est relativement basse. Pour autant, en Europe, à partir des années 60, la part de la richesse détenue par les 50% les moins riches de la population, donc la moitié inférieure de la distribution,
des richesses ici. Bien, vous voyez que cette part de la richesse a légèrement augmenté alors qu'elle est restée très faible aux États-Unis. Il y a donc deux messages qu'on peut retenir de ce graphique. D'une part, c'est que la tendance observée dans la concentration de richesses n'est pas la même en Europe et aux États-Unis. Et d'autre part, les inégalités au moment des années 2020 hein, et encore plus récemment sont plus élevées aux États-Unis qu'en Europe. Alors, si l'on regarde maintenant, on revient vers la Belgique et on regarde la répartition de la richesse en Belgique, on voit ici que ces inégalités n'ont pas beaucoup évolué dans le temps. En tout cas, sur les 30 dernières années, on voit qu'elles sont restées relativement stables, avec une part de la richesse détenue par les 10% de la population qui avoisine les 55-56%. On va y revenir, Steven vous en a parlé déjà tout à l'heure plus en détail. La partie de la richesse détenue par les 50% les moins riches de la population avoisine les 8%. Et vous voyez que le top 1, donc le percentile le plus élevé en matière de richesse des Belges, détient environ entre 15 et 20% de la richesse. On va y revenir. Si maintenant nous passons de la richesse au revenu, ce que nous observons, c'est que la répartition de des revenus après taxation est de moins en moins inégalitaire. Vous observez, vous voyez en bleu turquoise la situation en 2022, vous voyez qu'elle est, ce que détient le top 10 en matière de revenus est moindre qu'en 2022. Et ce que détient le bottom 50, donc les 50% de la population les moins riches en 2022, est plus élevé qu'en 2020. Ça confirme donc effectivement cette tendance à une situation moins inégalitaire dans le temps et ici donc des revenus avec un effet des transferts nets qui est assez efficace en Belgique. Si l'on regarde ici la richesse en Belgique par rapport à d'autres pays de l'OCDE, donc de l'Organisation de coopération et développement économique, qui réunissent la plupart des pays riches du monde, eh bien nous voyons que finalement la Belgique apparaît parmi les pays les moins inégalitaires. Alors pourquoi, me direz-vous, et peut-être que d'aucun et d'aucune d'entre vous se pose la question, pourquoi se préoccuper des inégalités quand on est une banque nationale? Et vous allez voir qu'en fait les raisons sont nombreuses et pertinentes. Alors Steven a mentionné tout à l'heure que ces informations sont pertinentes pour la politique monétaire et je vais juste approfondir un petit peu cet élément qui est important, mais également les autres raisons pour lesquelles au niveau de la stabilité économique, il est important d'être bien informé quant à l'état et à l'évolution de l'accroissement, enfin en tout cas de l'évolution des distributions et de la répartition de la richesse. Pourquoi? Eh bien, certains écrits en économie, dans la littérature scientifique en économie, mentionnent qu'un certain niveau d'inégalité, quand il est contenu, peut constituer une forme de source de progrès économique ou en tout cas de stimulation à l'accroissement de l'activité économique en constituant une forme d'incitant. Mais encore une fois, quand ces inégalités sont relativement contenues. Mais au-delà d'un certain niveau, et c'est ce que la littérature scientifique nous montre également, les inégalités peuvent avoir des coûts très élevés, des coûts au niveau d'abord micro, au niveau des personnes en tant que telles, puisqu'elles créent des désavantages persistants qui ont une tendance à se renforcer et à être pérennes pour certains individus. Elles pèsent sur les opportunités d'emploi, elles nuisent à la réduction de la pauvreté, elles nuisent de différentes manières à l'épanouissement personnel, au sentiment d'appartenance à une société. Et dans la plupart des sociétés, les inégalités sont très préoccupantes pour la population. C'est ce qui ressort de différentes enquêtes menées par l'OCDE. Ça, c'est au niveau personnel et interpersonnel. Mais au niveau macro aussi, les inégalités vont peser sociétalement sur la cohésion de la société, sur les ressources, sur la confiance que l'on peut avoir dans les institutions. Et donc plus les inégalités sont élevées, on voit que plus la confiance, ou plutôt plus la défiance dans les institutions est forte. La concentration des revenus ou la concentration des richesses peut compromettre aussi la stabilité macroéconomique.
Il a également été montré par différentes études scientifiques que de plus fortes inégalités sont corrélées à une plus forte dégradation de l'environnement. Et donc, la plupart des banques centrales se sont emparées de ce sujet des inégalités, tant les inégalités de revenus que les inégalités de patrimoine, parce qu'elles, d'une manière ou d'une autre, et vous le voyez de manière très multidimensionnelle, elles affectent la stabilité économique, dont les banques centrales ont dans leur mandat la responsabilité d'être les garantes. Alors, la BNB, ce n'est pas un sujet récent auquel elle s'intéresse. Elle s'y intéresse depuis assez longtemps. Ça figure parmi les thèmes d'analyse du département des études de la BNB. Et ici, à titre d'exemple, je mentionne juste quelques travaux qui ont été réalisés, qui ne sont pas les seuls et qui sont d'ailleurs encore en développement aujourd'hui pour de nouvelles études. Donc, un article sur la croissance inclusive dans la revue économique en 2019. De nombreuses études sur les disparités économiques et financières entre les ménages, sous différents angles, par exemple l'angle de l'accès à l'endettement, le coût que représente l'endettement pour différents ménages, l'incidence également des inégalités et de l'endettement sur la consommation et les facteurs qui sous-tendent les divergences salariales. Plus récemment, et dans la foulée de la crise du Covid, la Banque nationale a également réalisé une étude sur les retombées du Covid et a mis en évidence la nature totalement asymétrique des conséquences du Covid. Donc les personnes qui se trouvaient déjà dans une situation précaire ont vu leur situation la plupart du temps empirer, alors que les ménages les plus nantis ont pu épargner davantage. Alors, comme le disait Steven tout à l'heure, on le voit, l'intérêt de la banque pour ce type de statistiques est bien présent, et sans doute que la banque, dans les années à venir, va être amenée à développer son expertise sur les questions des inégalités dans l'ensemble de leurs dimensions. Il me semble important de rappeler ici qu'effectivement, les indicateurs d'inégalité sont très nombreux. Steven a mentionné, par exemple, tout à l'heure, on a vu les indicateurs de concentration de richesse à travers le pourcentage de richesse détenue par un pourcentage de la population, l'indicateur de Gini, des indicateurs de répartition de revenus sont très, très nombreux, mais aucun indicateur ne permet à lui seul de rendre compte de ce phénomène inégalitaire qui est très multidimensionnel. Il faut donc vraiment utiliser ces chiffres avec une grande précaution et un bon regard critique pour avoir conscience que l'on ne voit qu'une partie du phénomène. Pour autant, ces nouvelles statistiques qui viennent d'être produites par la BCE et au sein de la Banque nationale de Belgique pour ce qui concerne la Belgique, nous offrent tout de même de nouvelles possibilités. Steven a mentionné tout à l'heure le fait, et je pense que c'est un avantage majeur de ces nouvelles données, le fait que nos données ici de Distributional Wealth Account, étant donné qu'elles mêlent des données d'enquête HFCS avec des données macroéconomiques sur les comptes nationaux des secteurs, nous permettent d'éviter un biais important qui est celui de la sous-représentation d'une partie la plus riche de la population, qui, comme le disait Steven, connaît généralement une distribution de Pareto, c'est-à-dire que les montants qui sont détenus sont très importants par ce petit segment de la population, et donc avoir une meilleure information là-dessus permet vraiment d'éviter pas mal de biais dans notre appréhension de la distribution des patrimoines et des richesses. Ces données ont également l'avantage d'avoir une fréquence plus élevée puisqu'elles sont trimestrielles. Elles sont disponibles assez rapidement après leur collecte puisqu'elles sont computées dans les 5 mois qui suivent et rendues disponibles dans les 5 mois qui suivent la collecte, ce qui est assez rapide. Et donc, comme le mentionnait Steven en début d'exposé, pour autant, il y a une certaine prudence qui s'impose puisqu'il s'agit encore de données expérimentales. Alors certes, elles ont fait l'objet de tests de sensibilité, mais elles sont considérées comme étant mobilisables, mais avec peut-être un peu plus de prudence que les statistiques habituellement publiées. Alors, quels sont donc les enseignements préliminaires que nous retirons de ces indicateurs? Les inégalités de richesse qui sont ici mesurées à la fois sur la base de la part des richesses détenues par les 10% les plus riches de la population, et à la fois mesurées, bon, on y reviendra, mais ici, quand elles sont mesurées selon cet indicateur de concentration, bien, elles apparaissent plus élevées que les indicateurs de richesse que nous détenions jusque-là sur base des anciennes données. Elles sont élevées à hauteur de 58% dans ces dernières estimations. Les inégalités de recherche, deuxième enseignement, sont néanmoins inscrites en recul
depuis 2011 et la Belgique ressort aujourd'hui comme étant moins inégalitaire que les autres pays de la zone euro en moyenne. C'est ce que vous a montré tout à l'heure Steven dans les graphiques. C'est également ce qu'indique le coefficient de Gini, qui est une mesure plus large de la distribution de richesse, hein, qui compare en gros la distribution effective de la richesse à une distribution qui serait parfaitement égalitaire, où chaque pourcentage de la population détiendrait un même pourcentage des ressources. Donc plus ce coefficient de Gini est élevé, plus les inégalités sont grandes. Et on voit qu'en Belgique, le coefficient de Gini est légèrement inférieur à la moyenne, au coefficient de Gini en moyenne pour l'Europe. Parmi les facteurs qui expliquent cette baisse des inégalités, je pense que Steven les a déjà mentionnés, mais il a mentionné en tout cas les actions détenues par les propriétaires belges. Il y a d'autres facteurs qu'on peut éventuellement mettre en exergue ici dans ces enseignements. Premièrement, la hausse plus contenue des prix de l'immobilier en comparaison avec un grand nombre d'autres pays de la zone euro, ce qui favorise l'accès à la propriété, en tout cas a moins défavorisé l'accès à la propriété que dans les autres pays. Deuxièmement, la proportion élevée de propriétaires en Belgique. On dit toujours que le Belge a une brique dans le ventre. Et effectivement, la Belgique se caractérise par une proportion plus élevée de propriétaires que dans d'autres pays de la zone euro. Et troisièmement, la hausse moins prononcée des actions belges que Steven a détaillée, sur laquelle je ne vais donc pas revenir. En nu wil ik graag afsluiten met een paar boodschappen. Misschien eerst zal ik beginnen met de belangrijkste boodschappen in herinnering te brengen. Zo, wat zijn de belangrijkste vaststellingen? Eerst, als gezegd door Steven, zijn die statistieken nieuwe experimentele statistieken. En deze statistieken tonen de ongelijke verdeling van het nettovermogen van de huishoudens. De ongelijkheid ligt in België... in het algemeen hoger dan in andere statistieken die tot nu toe werd gepubliceerd. Dit is dan ook de eerste keer dat de verdeling wordt gemaakt op basis van de macro-aggregaten van de Nationale Rekening en bijvoorbeeld niet enkel op basis van een enquête. Meer dan de helft, meer precies 56% van het nettovermogen van de huishoudens is in het bezit van de 10% rijksten. Sinds 2019 ligt het percentage voor België net onder het gemiddelde van de eurozone. Onder meer door een minder sterke stijging van de koersen van de aandelen in bezit van de Belgische huishoudens in vergelijking met de huishoudens in de eurozone. De 50% minst vermogende bezitten 8,4% van het nettovermogen. Dit is een heel lichte stijging de laatste 5 jaren. Andere belangrijkste vaststellingen. De ongelijkheid gemeten aan de hand van het percentage van het vermogen die in bezit is van de 10% rijkste of de Gini-coëfficiënt is de laatste 5 jaren licht gedaald. De Gini-coëfficiënt bedroeg in het tweede kwartaal van 2023 68% tegenover 70% in 2018. En in de eurozone bedroeg de Gini-coëfficiënt 72% in het laatste kwartaal. Het mediaan vermogen van de huishoudens in België ligt hoger dan in de meeste landen van de eurozone. Het hoogste mediaanvermogen in de eurozone is in Luxemburg, als werd gezegd door Steven. De mediaan wordt sterk beïnvloed door de prijzen van het residentieel vastgoed. En deze nieuwe experimentele statistiek over de verdeling van het nettovermogen bevestigen dat de ongelijkheid in België relatief beperkt zijn in vergelijking met andere landen van OESO. Ik weet niet waarom het de volgende slide niet is getoond. Ja, nu werkt het. Zo, waarom zijn deze statistieken maatschappelijk relevant? Er zijn veel redenen, maar om de economische realiteiten van de diversiteit en heterogeneiteit van huishoudens in België adequaat weer te geven. En dit is heel
belang krijgt. Gezien de verschillen tussen huishoudens onderling, zijn gemiddelde economische gegevens aggregaten, hoewel belangrijk op zich zeker, maar niet lang voldoende om de economische realiteit van huishoudens adequaat weer te geven. Zo deze gegevens daarvoor zijn heel belangrijk. Daarom neemt de vraag naar dergelijke gegevens steeds meer toe. We stellen dat vast. De publicatie van deze statistiek past dus in een evolutie waarbij distributieve gegevens steeds verder worden ontwikkeld. En het publiceren en ontwikkelen van distributieve gegevens over het vermogen, zelfs wanneer ze nog experimenteel zijn, als in dit geval, vormt een belangrijke stap in de goede richting. Om een breder beeld ook te kunnen bieden van het verschillen in vermogen en de onderliggende factoren ervan, moeten we verdergaande analyses uitvoeren. Met name in het licht van de nieuwe statistieken. En we zijn aan het werk. Deze statistieken zijn des te belangrijker voor de samenleving, aangezien onderzoek aantoont dat de versterkende effecten van vermogensverschillen op inkomensongelijkheid en op meer algemene sociaal ongelijkheden, onderwijs, toegang tot arbeidsmarkt en dergelijke, groot kunnen zijn. Meerdere factoren kunnen in de toekomst de ongelijkheid vergroten. Nieuwe technologieën, transitie, digitale transitie, energietransitie, vergrijzing van de bevolking enzovoort. Zo, daarvoor zijn deze statistieken heel maatschappelijk relevant en belangrijk. En zo, om af te ronden, waarom zijn deze statistieken in lijn met de waarden en de missies van de bank? En dat is een vraag die jullie mag stellen. Door de maatschappelijke relevantie sluit de publicatie van deze gegevens perfect aan bij de waarde van de bank om maatschappelijk verantwoordelijk te zijn, uitgevoerd door onze onafhankelijke experten. De NBB is ook een belangrijk leverancier van kwaliteitsvol statistiek. En deze statistiek zijn een goed voorbeeld van deze kwaliteitsvol statistiek. En derde, het is heel belangrijk om deze statistiek te hebben om aan het monetair beleid te kunnen bijdragen. Omdat we zien dat ongelijkheid kunnen niet enkel de economische stabiliteit, maar ook de doeltreffendheid van het monetair beleid beïnvloeden. En vandaar de noodzaak aan meer informatie over ongelijkheid. Et donc, je clôture ici notre exposé en espérant que cela vous a intéressé et en ouvrant maintenant le champ aux différentes questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup pour votre attention. Bedankt Géraldine en Steven voor deze boeiende inzichten. Toutes ces choses ont soulevé quelques questions parmi le public. Pour commencer, Steven, peut-être une question qui revient plusieurs fois. Faites-vous la division au niveau de l'individu ou au niveau de la famille, alors households? Ja, het klopt dat de cijfers, in principe gaan we de uitsplitsing maken per huishouden. Hè. Dus de enquête is gebaseerd op de huishoudens die worden ondervraagd. En dus het gaat dan over die 5,1 miljoen huishoudens in België die worden ondervraagd. En het is ook op die basis dat dus de verdeling gebeurt van deze cijfers. Indicatoren. Zullen zij ook beschikbaar zijn op de componenten van het nettovermogen? Dus we hebben gezien financiële activa, niet-financiële activa. Bijvoorbeeld, zal de distributie van de financiële activa ook publiek worden gemaakt? Dat is nog niet voorzien. Dus het klopt dat de indicatoren, Gini bijvoorbeeld, mediaan, worden op dit moment enkel berekend op het totale nettovermogen. Misschien is het een idee voor in de toekomst dat ook beschikbaar te maken voor de verschillende componenten, maar dat is op dit moment nog niet het geval. Ok, d'accord. Il y a aussi un auditeur qui se demande s'il y a un lien avec ma pension, my pension. Ces chiffres ne sont-ils pas disponibles à la BNB?
Dat is de cijfers worden op dit moment gemaakt in samenwerking met ECB. En het is daarom dat we gekozen hebben om enkel de bronnen te gebruiken die beschikbaar zijn op een Europees niveau en een gestandaardiseerd niveau. Dus de macrocijfers van de nationale rekeningen en de enquête HFCS. Het zou inderdaad een goed idee kunnen zijn om nationaal te bekijken of er andere bronnen zijn die we kunnen aanboren. Bijvoorbeeld, MyPension heeft inderdaad gegevens over groepsverzekeringen beschikbaar per individu. Dus dat is iets wat we zeker in de toekomst zullen onderzoeken, met inachtneming natuurlijk van alle privacyregels daaromtrent. Oké, er wordt regelmatig gesproken over een Gini-coëfficiënt. Geraldine, pourriez-vous expliquer le coefficient de Gini for dummies, s'il vous plaît? Oui, donc le coefficient de Gini va faire une comparaison entre une répartition des revenus qui serait parfaitement égalitaire, c'est-à-dire que chaque part de la population aurait la même part des revenus. Donc 10% de la population aurait 10% des revenus, 20% de la population 20% des revenus, etc. Il va comparer donc cette répartition parfaitement égalitaire, où chacun posséderait exactement le même pourcentage des ressources, que ce soit le revenu ou de la richesse, puisqu'on peut le calculer pour différentes variables. Il va comparer donc cette répartition parfaite avec la répartition cumulée effective. Et donc on va regarder ce que possèdent les 10 premiers pourcents de la population, puis les 20 premiers pourcents de la population, les 40. Donc si par exemple on observe que 80% de la population détiennent 20% des richesses, ça veut dire que les 20% restants de la population se partagent 80% des richesses en cumulé. Et donc ça montre que là, l'écart entre ce type de répartition et une répartition parfaite est très grand. Et donc à ce moment-là, le coefficient de Gini est très grand. À l'inverse, si la répartition effective est telle que chacun possède plus ou moins une proportion égale des ressources, eh bien on est dans une situation où la différence entre la répartition parfaite et la répartition effective est presque nulle. Et à ce moment-là, le Gini est très proche de zéro. Er komen ook een aantal vragen binnen over de toekomst van de DWA. Onder andere, heeft de Nationale Bank ook een analyse van de wealthverdeling binnen België? En zal de data op termijn bekeken worden, eventueel op niveau per gewest? Opnieuw een goede vraag, hè. Zeker en vast kunnen we die vraag begrijpen. Het grote probleem hierin is dat de macrocijfers, de nationale rekeningen, worden enkel op dit moment opgemaakt voor het hele grondgebied voor België. Dus daar hebben we het zeer moeilijk om een uitsplitsing te maken. En zolang dat, laten we zeggen, die nationale rekeningen, er geen verdeling is tussen gewesten, dan kunnen we dat heel moeilijk ook doen voor een distributional wealth account, bijvoorbeeld. Een vraag in verband met mijn toetsing aan de actualiteit. In welke mate zijn de cijfers vergelijkbaar met de studie van Capgemini die vorige week door de Tijd werden gepubliceerd? Daar was er sprake van 138.000 dollar miljonairs in België. Dat is ook een heel goede vraag. Klopt inderdaad, er zijn wel een aantal andere instellingen, private instellingen, die soms cijfers publiceren over het vermogen in de verschillende landen, ook zoals België en zoals Capgemini vorige week heeft gedaan. Nu, hun focus ligt wel anders, hè. Zij hebben meer een zicht op wat private bankers kunnen verwachten in de verschillende landen qua wealth management. En dus het grote verschil met hun cijfers is dat ze gebruiken ook ergens een econometrisch model. De eigen woning bijvoorbeeld wordt niet opgenomen in hun cijfers. Waardoor die cijfers wel wat lager liggen dan wat wij zouden kunnen verwachten in het totale vermogen. Dus het is echt een andere optiek van cijfers te bekijken. Wij bekijken naar de volledige statistiek, volledige nationale rekeningen. En zij hebben echt wel een focus op wat private bankers kunnen verwachten aan vermogen in de verschillende landen. Onze mede-collega's, mag ik ze wel noemen, van het planbureau, hebben ook een vraag gesteld. Of dat het in de werkzaamheden van de Nationale Bank voorzien is of mogelijk is om eventueel een koppeling te maken tussen de decielen volgens inkomen en volgens vermogen.
De decielen van inkomen die zijn, van de nationale rekening zijn nog niet beschikbaar. Hè. Dus dat is gepland voor eind dit jaar, om daarover te communiceren. De koppeling is nog niet voor direct, maar we begrijpen zeer goed de vraag. Want er zijn zeker, zoals directeur Terrie ook gezegd heeft, er zijn ook effecten die beide versterkend kunnen zijn. Dus, maar dat is zeker een goede vraag om in de toekomst te behandelen. D'accord. Vous avez mentionné plusieurs fois que le DBA est expérimental. Alors, dans quelle mesure ces statistiques sont-elles fiables? Ja, het is zo dat de ECB kiest ervoor om een duidelijk onderscheid te maken tussen de standaard statistieken die worden gepubliceerd. Ik denk maar aan bancaire statistieken, monetaire aggregaten en zo meer, die echt wel gebaseerd zijn op een directe rapportering, een exhaustieve rapportering, waardoor ze heel, heel precies zijn. Anderzijds heeft ECB ook een aantal publicaties en statistieken die ze dan experimenteel noemen. En dat komt omdat ze dus meer gebaseerd zijn op een aantal schattingen die moeten uitgevoerd worden. En dus die zijn zeker nog nuttig als men de grote lijnen volgt, als men beslissingen wil maken in zaken monetair beleid en dergelijke. Maar we moeten steeds meer rekening houden dat er een aantal revisies mogelijk kunnen zijn van die cijfers en dat die nog aan verbetering toe zijn in de toekomst. Nu hebben we wel gezien dat de productie van deze cijfers loopt al intern een aantal jaren en we hebben toch een zekere stabiliteit gezien in de cijfers. Dus we zijn wel tevreden over de uitkomst van de cijfers die we nu hebben. Maar we zijn natuurlijk steeds op zoek naar verbeteringen en misschien naar mogelijke volledigere cijfers in de toekomst hiervan. Misschien nog een laatste technische vraag. Hoe worden de niet genoteerde aandelen gewaardeerd? Dat is ook een zeer goede vraag. Dus de niet genoteerde aandelen, we nemen daar het totaal zoals dat wordt opgenomen in de financiële rekeningen. En de financiële rekeningen volgen daar het Europees systeem der rekeningen, zoals dat in alle andere Europese landen is. Dat betekent dat er verschillende mogelijkheden zijn om die te waarderen, maar in België gebruiken wij het eigen vermogen zoals dat beschikbaar is op de balans van de ondernemingen om een inschatting te maken van de waarde van de niet genoteerde aandelen. Omdat er natuurlijk nog geen informatie is, geen koersen beschikbaar zijn op een beurs. Dus genoteerde aandelen worden steeds gewaardeerd naar hun koers op de beurzen. Maar voor niet genoteerde aandelen is dat dus de waarde van het eigen vermogen. D'accord. Cher public, merci pour votre présence et attention. Comme toujours, nous vous fournissons un lien vers l'enregistrement et les présentations. Ik wil hierbij een warme oproep doen om de korte enquête die we zullen bijvoegen in te vullen. Dit neemt slechts enkele minuten in beslag en het is voor ons echt heel nuttig om jullie feedback te verzamelen. J'en profite également pour vous inviter à notre prochain événement avec la journaliste Indra De Witte dans une interview avec Michael Anceau, président de Febelfin, le mardi 25 juin. Graag nodig ik jullie uit op ons volgende event met journaliste Indra De Witte in een interview met Michael Anceau, voorzitter van Febelfin, op dinsdag 25 juni. Wij wensen jullie nog een fijne namiddag en graag tot ziens. Bon après-midi.